It's all I wanna do. Welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal om Chesso. Vandaag spelen we een potje Team Damage op. Zeg maar, Comba natuurlijk. Dus we gaan spelen met de M87. En ja, het is Combine. Het is weer Combine, jongens. Het is weer Combine. Maar ja, even kijken. M87, die heb ik hier zo staan. En er zit natuurlijk een Elo Sight. Niet Long Barrel. Er zit een stok, Elo Sight en Extended Merkop natuurlijk. En de mooie gouden shiny camo. En tja, het is weer Combine. Dus ik denk dat Call of Duty graag wil dat wij deze map helemaal uit ons hoofd leren ofzo. Dat we daarom zo vaak op deze map spelen. Ik weet anders ook niet. Gaan jullie maar dood op mijn granaat daar. Mooi zo. Zo zie ik het graag. Zit je waarschijnlijk hier allemaal aan deze kant van de map. Want dat is in ieder geval één. Oei, hij kwam even snel omdraaien. Maar spannen daar. Dus ik moet hier even snel weg. Spannen hier. Anders kom je denk ik uit. Dat hoef ik jullie wel te zeggen. Tot u. Ga even hier snel liggen. Als daar. Ik ga ze niet challengen. Laat ik het daar maar ophouden. Let's go. Ik weet net of ze in dat gangetje daar beneden of daarboven zitten. In dit geval dus daarboven. We gaan wel lekker beginnen hebben. We zitten op een 10 streak. Snel even de site erbij pakken. De Almighty site. Zo noem ik hem, ga ik hem maar noemen. Teammate, jongen, motherfucker, ik schrik me de dood. Kijk, ik heb een hater, let's go. Moet mijn hater eruit schieten, vriend. Als we weer een nucleaar, dan ga ik echt lachen. We gaan het gewoon proberen, oké? We gaan het gewoon proberen. Oh, laat maar, ik ben al dood, laat maar dood. Ik ben al gesniped, hey. Toppie maat! We zaten alweer op een 16 streak. Holy shit! Dikke, gekke shit hoor. De M8 is dus nog best wel sterk. Helemaal als je tegen mensen speelt die niet beledigend doet, maar niet heel erg goed zijn in dit spel. Dus nog niet de techniek onderdrukken die meestal ook TDM spelen, zoals de enemies. Kijk maar, er zitten twee al wat hogere levels in, waarvan er één maar één prestige is. Dus dat houdt ook niet zo heel veel in. Maar ja, het wil ook niks zeggen dat als jij precies 3 bent, je goed bent. Ligt er ook aan hoeveel je speelt. Kijk, ik ben redelijk... Oh, mijn 1 daar zo. Ik ben redelijk goed en ik ben precies 8. Maar dat komt ook omdat ik heel veel speel. Ik speel gewoon ook heel veel. Ik heb al 4 dagen playingtijd of zo. Ik kijk naar playingtijd. Ik weet dat mensen daar heel erg op letten. Ik let daar niet op, want ik vind de game leuk. En als ik een game leuk vind, dan speel ik het veel. Er zaten daar dus 2 man, want ik kreeg een hitmark omdat iemand Flakjacket had. Maar ja, als ik een spel leuk speel, of een spel leuk vind, speel ik het ook veel. Even dat ding kapot maken, want dan ga ik daar dood door. Dus ik hoop dat jullie dat snappen. Ik wil gewoon even zo snel mogelijk master precies worden, zodat ik natuurlijk zo snel alle dingen kan gebruiken die ik wil gebruiken. Vandaar dat ik even master precies wil worden dus. En ja. Spannen ze hier nog? Nee, ze spannen hier niet meer. Wat voor kill vind ik daar? Ah, triple kill maar. Jammer. Ik dacht wel even wat meer. Dat heb je zo vaak. Dan denk je in dit spel... Ja, dat is een killtje of wat dan ook, mega kill, wat dan ook, krijg gewoon een dubbel kill omdat er te veel tijd tussen zit. Dat is natuurlijk heel erg kut. Maar TDM potje gaat best snel voorbij zo te zien. Zal ik jou even een cadeautje geven, jongen? Oh, kut, ik gooi alles mis. Okay, ik gooi nog een mis ook. Hey, Chesso. Goed gedaan, jongen. Duimpje omhoog voor jou. Dankjewel, jongens. Kom maar. Mooi zo. Kom maar. Goed zo.
Kom maar. Koek, koek. Kut teammate. Kom op. Spamflip. Ik krijg een stun op mijn bakkes. Oh! Bam. Dikke final kill door de muur heen. Terwijl ik niet eens FMJ heb, maar ik wil hem even zien. Want misschien heb ik hem al gekild. Want natuurlijk een 4 beurswapen is voordat hij daarheen liep. Dus laat de kill cam je zien, Call of Duty. Ja, ik killde dus nog met die eerste kogel die nog uit mijn magazijn kwam. Terwijl de rest, dus zoals jullie daar zien, in de deur zit. Maar ja, onze eindscore is 41-3. Lekker gedaan dus. We hebben een kill death van 13,67. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken in deze video. 60 likes zou awesome zijn. En dan zie ik bij de video van morgen. Dus bedankt voor het kijken. En ja.